zo. Achter. Zo, even wachten. We moeten even wachten, ja. Gaat het heel goed? Voor de tweede. Voor Frits van mama, hè? Lekker chocolaatje van mama. Kijk, zie je. Frits en Sarah die hebben een verstandelijke beperking. Ook het wordt nog steeds wel onder de ernstige verstandelijke beperkingen geschaard, maar die zitten op een niveau van een jaar of drie. Dus dat is echt een peuterniveau. En ja, daar merk je ook wel, zeg maar, in gewoon de dingen die ze nodig hebben, die ze vragen, het gedrag wat ze laten zien, is wel heel herkenbaar met een gewoon een 2-3-jarig kind. Het is alleen dat zij daar niet ontgroeien. Er zit heel veel zorg bij, maar ook heel veel begeleiding. En zorgen dat iemand zijn dag goed doorloopt. En een stukje structuur aanbrengen voor iemand die het zelf niet kan. 3, 4, 5. De verschillen zitten vooral, denk ik, in het gedrag wat iemand laat zien. Als er ook nog een stukje specifieke zorg bij komt, dan zit daar ook nog een psychisch stuk bij, zeg maar. Waarin jij ook rekening moet houden met, hoe zit iemand in zijn vel? Je moet het leren zien en het is het leren kennen van de bewoner en het leren lezen van hele kleine signalen vaak. Stukje verandering in lichaamshouding, stukje verandering in mimiek. Waardoor dat je aan iemand al kunt zien van, dit zit niet lekker. Of juist wel. En daar zit het hem vaak in. Voor Frits is het heel belangrijk dat hij het gevoel heeft dat hij gewoon zelf heel veel kan bepalen. En dit proberen we hem ook zoveel mogelijk te laten doen, maar ook weer binnen zijn eigen kunnen, zeg maar. Dus daar zit, voor Frits zit hem daar in hele kleine keuzes. En die lijken voor buitenstaanders soms heel klein, maar dat is voor iemand als Frits gewoon heel belangrijk. Als Frits goed in zijn vel zit en gewoon een lekker ontspannen dag heeft, dan kan hij best wel wat afstand aan, letterlijke afstand. Dan hoeft hij ons bijvoorbeeld niet eens echt letterlijk te zien. Dan is het al fijn als hij af en toe je stem hoort. Op het moment dat hij wat minder lekker in zijn vel zit en echt wat meer stress ervaart, dan moet je er bijna echt letterlijk naast staan of zitten. Ja? Goed zo. Goedjes. En voor Sarah is het ook heel belangrijk dat ze zelf keuzes kan maken, dat ze eigen regie krijgt over dingen die ze wil gaan doen of ondernemen. Dus, en voor Sarah houdt dat dus ook in keuzes maken in activiteiten, maar ook dingen, gewoon kleine dingetjes in het dagelijks leven. Een stukje kleding, broodbeleg, dingen die voor ons ook echt weer klein lijken, maar die voor hun zo belangrijk zijn te voelen van, ik mag dit gewoon zelf bepalen. Sarah die gaat 4 dagen in de week naar een werklocatie in de Severinas. En op haar woonhuis is ze ook graag heel creatief bezig. En helpt graag de begeleiders mee met bijvoorbeeld de vaatwasser in- en uitruimen. Huishoudelijke activiteiten vindt ze leuk, maar ook graag creatief bezig zijn. Samen met de begeleiding vindt ze heel fijn. Eigen regie voor Frits en Sarah betekent dat ze... op hun eigen niveau, dat is wel echt belangrijk. Soms binnen kaders, maar wel keuzes kunnen maken. En ik denk dat dat het grootste verschil is. Doordat ze gewoon meer zelfvertrouwen krijgen. Het doel van Severinas, voor mensen als Frits en Sarah, is dat ze zo'n groot mogelijke kwaliteit van leven hebben. Zoveel mogelijk levensgeluk in de dingen die ze doen. En ja, het geluk van de cliënt staat voorop. Ze staat op nummer 1. En hoe kleiner dat we met z'n allen gaan kijken, hoe meer grote dingen je eigenlijk kunt bereiken. MUZIEK